Hallo, welkom weer bij een nieuwe videoles van Verbeter. En deze keer gaan we kijken naar de derde opgave alweer van de oefentoets voor 3 HAVO VWO over elektriciteit met als thema James Bond. Deze heb ik van een collega gekregen, dus ik vermaak me prima met eens kijken wat zijn werk allemaal oplevert. Goed, James Bond. Na zijn missie schuurt hij in zijn Aston Martin terug naar huis. Tijdens het starten van de motor levert de accu gedurende 1,2 seconden... laten we die maar gelijk even opschrijven. Een stroomsterkte van 250 ampère. De spanning van de accu is 12 volt. Vraag A. Bereken hoeveel joule energie het starten van de auto kost. Nou, dit is een vraag waarbij je 2 stappen eigenlijk hebt waar je doorheen moet werken. Want we moeten een hoeveelheid energie hebben. En energie kunnen we alleen maar berekenen met ESP-T. Maar het probleem is, we weten de T wel, die is 1,2 seconden. Maar we weten het vermogen nog niet. Gelukkig kunnen we het vermogen met een van de andere 4, 5 standaardformules van dit hoofdstuk zo berekenen. Namelijk P is U maal I, vermogen is spanning keer stroom. En dan hebben we hier dus 12 volt keer 250 ampère. Dan zitten we op 12 keer 250 en dat is, komt u maar, 3000 watt. Dus dan vullen we die 3000 in de formule die we net hadden opgesteld. Dat E is PKT is 3000 keer 1,2 seconden en 3000 keer 1,2 is 3600 joule. Goed, om een beetje af te koelen van alle actie wordt de airco van de auto 35 minuten lang gebruikt. De stroomsterkte is 45 ampère. Dit is eigenlijk exact dezelfde opgave, maar goed. Bereken hoeveel kilowattuur de airco gebruikt. Dus dan hebben we een tijd van 45 minuten is 45 zestigste, oftewel 0,75 uur. Dan kun je je afvragen, waar haal ik ineens die 75 zestigste vandaan? 45 zestigste, sorry. In een uur zitten 60 minuten. Dus als ik 45 zestigste neem, dan krijg ik 45 van de 60 minuten. Oftewel, 3/4 uur, 0,75 uur. En die 0,75 uur is waar we verder mee mogen rekenen. Verder het vermogen. Nou, het vermogen weten we niet. We weten alleen maar de stroomsterkte. Kunnen we weer hetzelfde trucje doen natuurlijk als net. Met P is U maal I. En als we nu die P is U maal I van daarnet weer gebruiken, dan heb ik een autoaccu van 12 volt. Met een stroomsterkte van 45 ampère. Terwijl I is 45 ampère. Dan heb ik 12 keer 45, oftewel 540 watt. En ja, we mogen natuurlijk niet in watt rekenen, want we willen kilowattuur hebben. Dus ik maak er even kilowatt van. En dat is gedeeld door 1000 is 0,54 kilowatt. Dus de totale energie die we nodig hebben voor de airco zo lang te laten draaien. ESPKT is 0,75 uur keer 0,54 kilowattuur. Is 0,41 afgerond kilowattuur. Dit had je ook kunnen berekenen door alles eerst in joule te zetten en het daarna te delen door 3.600.000. Dus als jij als tussenantwoord een getal hebt staan dat lijkt op dit, 1.458.000 joule, dan heb je het ook goed gedaan, maar zorg wel dat je je antwoord in kilowattuur geeft. Oftewel, dat je een mooi eindantwoord hebt. Wederom bedankt voor het kijken en tot een volgende keer. Ik ben Jan Willem van voorbeta.nl. In volgende video's gaan we natuurlijk kijken naar de vervolgvraag. Do you expect me to talk?
En mogelijk zelfs nog naar de laatste holy. Dit is een lange vraag. Goed, we gaan naar Veel kijken. Geniet ervan. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.